Hallo, welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, zeker doen. Wij gaan samen met Celine en Nick een kerstfeestje doen. Een laat kerstfeestje. Hey. En hey. En we zijn klaar om te vertrekken. Dit is mijn outfit voor de avond. We doen pyjama slash jogging feestje. Dus we mogen zo in slonzige outfit gaan. Ik heb een pyjama broek aan van, geen flauw idee, ooit in Amerika gekocht. En dan heb ik een grijs t-shirt gewoon aan. En dan deze trui met V-hals, waar ik een t-shirt onder heb wat niet mooi is. Zo. Maar I don't care. Dus dit is mijn outfit. En dit is Sam's outfit. Yes. Mooie witte sokken, witte sportzakjes, wauw. Een joggingbroek en een sweater. Jee! Woep woep! Slonsparty! Ik heb mijn trui gewisseld, want Sam vond het lelijk. Niet waar. Jij vond het lelijk, heb je gezegd. Nee. Sam zei dat ik lelijk was. En mijn schoenen zijn echt fashion. Hou het vast. Ja, je ziet dat niet, moet lager. Kijk, deze broek. En dan deze schoenen. Mooi. Heel mooi. Kom. We zijn er. Hey. Hey, unicorn. Mijn kat moet op. Ja. Anders ben ik een echte unicorn. Oh. Oh. Annieke. Hey, Milka. Oh. Zijn je blij? Wat op? Nee. Gaan we de pakjes onder de boom leggen? Yummy snacks. Ziet er keihard goed uit. Ziet ze eens. De unicorn. De vlogging unicorn. Oké, de mannen gaan Chinees halen. Dan zijn we met twee aan het vlaggen. Ja. Amai, mijn camera is. Er is iets met mijn camera. Ik moet die ook eens zo. Resetten zoals jij. Ik doe dat kei vaak. Ja, ik moet dat zo maar doen. Nu is het vattig nog. Maar ja, dus de mannen zijn Chinees halen. Ja. Woehoe. Wij zijn aan het chillen. Ja, en Celine had haar unicorn onesie uit. Maar als ik zo op de grond zit, dan is dat zo te smal. Ja. Ja, mijn lijf is iets te langer. Lappen. Dus lang lijven. Iets minder fashionable outfit aandoen. Maar ik ben toch gewoon een vriendin. Ja, jij bent wel echt gewonnen. Yummy! Chinees is er! Ziet er kei goed uit. Smakelijk! 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 Smakelijk, Milka! Smakelijk, Milka! Smakelijk! Oh. Ja, oeh, die is veel mooier. Hoe verwacht heb je dat gevonden? Mijn is veel mooier. ASOS, ja. Daar heb ik niet op gekeken. Oh, die is zacht. Ja, die is mooi, echt wel mooi. Die is mooi, hè? Oeh, ik zie eikens, hè? Oh, schattig. Zijn niet. Oh, oh, schattig. Jullie hebben eigenlijk wacht dezelfde gezien. Ja. Oh, Pugs! Ja, we hadden hier met katten, dus hebben we met Pugs gedaan. Oh, die pyjama is super cute. En dat is dan ook iets grappigs. Extra tired. Ja. Dat ben ik. Oh, die heeft zo jiggly eyes. Yeah. Oh, dat is kei mooi. Dat is mooi. Super mooi. Echt waar. Milka? Ik heb hem gelezen. Op de tas ook. Naughty. Oh, nice. Ik had die gedacht toen voor Nice Family. Ja, ja. Ik had zo zacht drinken en dan is dat zo van Nice Family. Thank you.
Rebecca loves Sam. Cute! Milka houdt echt van u. Ja, ik weet het. Dat is echt. Die houdt meer van u als van mij. Ik vind dat heel. Ik vind dat heel erg. Die komt normaal altijd eerst naar mij. En nu, als ik samen met Sam binnenkom, dan komt die eerst naar Sam. Dat is toch erg, hè? Maar dat is gewoon mensen die ziet u heel veel en dan raakt hij er gewend. Ja, misschien moet ik minder komen dan, hè? Ja, dat gaat niet, hè? Ja, oké, dat is waar. Milka. Milka, do you love me more? You love me more than Sam? Yes. Sam en ik gaan staan en dan gaan wij roepen op Milka en dan gaan we kijken van wie Milka het meeste houdt. Van mij of van Sam. Wat stemmen jullie? Ik denk dat Sam gaat winnen. Ja, ik denk dat Lisa want. Ja, hoewel. Milka is altijd fel. Met vrouwen. En met hoge stemmetjes ook wel. Ik heb ook een heel hoog stemmetje. Milka is wel altijd heel fel op mij geweest totdat Sam erbij kwam. En toen is Milka wel heel fel met Sam geworden. Dus ik denk ook Sam. Maar ik weet niet, ik twijfel toch. Ja? Ja? Ik weet het niet. Oké, we gaan het testen. Ja, zijn jullie klaar? Ik ben klaar. We mogen beginnen al aan de klok. Milka! Milka! En Ellie ook. Ah nee. Maar kijk, ze komen u wel redden. Nu dat ik dood ben, komen ze me redden. Oké, nu test 2. We gaan kijken als we allebei neervallen wie dat Milka kan redden. Ja, je mag ook zo echt doen. We mogen doen. 3, 2, 1, ja. Oh, ik wist dat ze u eerst ging redden. Allee, die redt me dan toch, maar je houdt niet zoveel van weg. Okay. Ja, maar Milka, do you love me? Do you love me? Maar dus de conclusie, Milka houdt meer van mij. Nee, dat is niet Milka houdt meer van mij, hè? Ze kan u toch redden. Dus. Voilà, dat is wel iets. Maar als we die graag, roepen, dan gaat die naar mij als tweede. Ah, ben je samen terug. Milka. Ik heb geen staartje op de boven. Je bent je kwetsbaar. Ja. Maar dat kan ons naar mij. Gaat jij mij missen? Ja? Nee, oké, die kijkt gewoon naar mij. Ik zal niet weggaan. Houd je ook zoveel van mij als van Milka? Ja. 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 Milka. Zou dat ook bij ons werken als je mij een knuffel geeft dat Milka dan kwaad wordt? Of doet hij dat niet meer? Soms, maar nu heeft hij denk ik vooral het oog op mensen die weggaan. Ah, ja. Oh. Nee. Oh. Milka. Ze kijken wat een lachje. Oh, begint. Oh, hè? Ook cute met de dogs en daar is de andere doggy. En Nick, natuurlijk. Hey Milka. Sjaan, neem me mee. Oh, kijk die naar elkaar zo ruiken. Oh. Best friends. En ik vind het ook heel erg dat Ellie ziek is. Dat is echt zielig. Dat is echt heel zielig. Dat is wel zielig. Ja. En die heeft zo van die rare hoestjes. Ja. Maar ik hoop dat het goed komt. Doe zeker allemaal duimpjes omhoog. Allee, ik bedoel
voelen in het echt. Niet per se op de video, in het echt. En gewoon duimen dat alles goed komt met Ellie. En dan zal alles wel goed komen. Ik ga zeker morgen een kaarsje branden voor Ellie. Sowieso. Jij ook? Ja, ik ook. Op je werk? Ik kan een kaartje naast mijn, op mijn bureau zetten naast de huis. Ja? Ja. Oké. Okay. Sorry als ik veel beweeg, maar Sam rijdt zo roekeloos. Oh, het is niet. Ik ga gewoon een beetje vroom. Vroom. Maar niet met een Bentley of niet met een Honda, hè? Nee. Amai. Wat? Met een wat? Ja, dat wiebelt echt. Met een? Met de Beamer. Met de Beamer. Weet iemand wat een Beamer is? Ik wist dat dus niet, hè. Ik wist dat oprecht niet. Stop de video nu en laat me in de comments weten. Als je weet wat een Beamer is, doe gewoon een gok. Het mag om het even wat zijn. En laat mij... Allee, speel daarna de video en dan ga ik zeggen wat het is. Dus stop. Oké, dus een Beamer. Ik hoop dat jullie allemaal gegokt hebben in de comments. Ik wist niet wat dat was. Een beamer is toch zo'n projectieding? Ja. Ah, voilà. Ik dacht een projectieding. Maar Sam, wat is het? Dit, hè? Wat is het? Ah, wat is dit? Beamer of Bimmer of... Ja, hoe zeg je dat? Ja. Bimmer schrijven ze het meestal, is een ander woord. Een... Hoe noem je dat? Een... BMW? Zo'n koolsnaapje voor BMW. Ja. Oké, dus BMW-lovers hebben blijkbaar een koolsnaapje voor een BMW. Niet koolsnaapje, maar hoe noem je dat? En noemen dat Bimmer of Beamer in dit geval. Ja, ik noem mijn koega ook altijd... Ah nee, dat is een fart. Fordy. Maar Fordy is eigenlijk een fart, hè? Ja. Snap je? Ja, ik snap het. Ik ben echt benieuwd als mensen dat goed hebben van jullie. Beamer. Ja, oké. Ieder zijn ding, hè. Maar we zijn nu dus op weg naar huis. Het is 12 uur. 11:45, denk ik. Ja, 11:45. En we gaan naar de katjes. Wouden jullie laten zien nog onze cadeautjes van Celine en ik. Kei lief. Mijn eerste cadeautje ligt in de auto. Dat is een face mask in de vorm van een reindeer. Dus van zo Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Zo een dingen. Maar dat ga ik morgen denk ik wel opdoen. Kijk wel naar uit. Mm-hmm. Of zaterdag, ik weet het nog niet. Want zaterdag heb ik ook wel zo'n chill dag. Ah nee, dat is niet waar. Alleszins, ik ga dat opdoen. En wat is uw eerste cadeau? Je hebt het al uitgedaan. Het was warm, maar ik had het net aan. Hè. De sjaal. Heel echt mooi. Grijze sjaal. Echt mooi. Oh, en die is zacht. Heel zacht. Ja, ook. Ja. Mooi. Met zo'n zwarte vloesjes. Super mooi. Dan mijn tweede cadeau is echt het beste. Dat is deze pyjama. En hier staat een eitje met zo van die googly eyes. Dus dat beweegt als je daarmee schudt. Dat heb ik zelfs nog nooit gezien op een pyjama. Zalig. En hier staat egg van extra tired. Dus van extra tired. Dus van ik ben extra moe. Ja, ik heb gewoon het gevoel vaak dat ik dat echt zo moet uitleggen. Want anders snappen mensen dat misschien niet. Je doet dat goed. Hoe is dat stom? Nee, egg en dan straw, ja. Denk je dat mensen dat al direct begrijpen als ik zeg extra tired? Nee. Als ik nu had gezegd en hieronder staat extra tired en ze hadden dat niet gezien. Nee, maar als je nu zegt egg, staat straw. Ja, maar dat is goed, maar heel mooi uitgelegd. Oké, dan willen jullie mijn uitlegjes te lang. Laat het mij niet in de comments, hè. En dan deze broek is erbij, hè. Woehoe. Ella. Funny, hè. Die is echt super tof. Kijk hoe leuk. Ik kan trouwens mijn been in mijn nek laten leggen. Oh, ik wil ook even laten zien. Oh, ik ben zo hyperactief. Altijd als we gaan slapen. Altijd als we gaan slapen ben ik hyper.
Ik ben zo moe als iets. Dat is toch goed dat ik hyperactief ben als we gaan slapen? Ja. Piep! Oké, kom. Laat uw next cadeautje zien. Oeh. Dat vind ik echt wel geweldig, cadeautje. Ja, ik ga eens kijken hoe ik daar gaat. Je kunt nu voet niet in je nek leggen. Nee, dat kan ik niet. Oh ja. Ik hoop dat ze dat zien. Ja, kom. Doe ze eens uit, ja. Hou ze maar in voorzichtig. Kunt je er niet uit? Ja, my fat ass is blocking your fat ass, hè. Hoe cute! Het is echt super cute. Echt zo pugs met zo'n reindeer oogjes. En slaffen had je niet? Nee. Ideaal voor als je thuis bent. Ja. Dan kunnen we samen onze slaffen aandoen. Ik doe mijn reindeer slaffjes aan en jij doet de pug reindeer slaffjes aan. Ja. Kijk, hier heb ik weer precies kale vlekken, hè. Waar? Oh ja. Oeh. Maar dat is niet, hè. Dat is gewoon met dat haar. Dat donker haar. Oh, verdeeld. Oké, dus. Ik zeg dat echt de hele tijd. Maar, wij gaan de vlog afsluiten. Doe zeker. Right, ben erop. Thumbs up! Als jullie deze vlog leuk vonden en ons kerstfeestje leuk vonden, ik vond het alleszins heel leuk. We hebben heel veel gepraat over projectjes, over de toekomst, over wat we nog kunnen doen. Echt heel veel. Niet zoveel gedaan, gewoon lekker eten. Ja, lekker eten en daarna heb ik echt bijna niks gefilmd, omdat wij eigenlijk niks hebben gedaan. We wouden een film kijken, we wouden thuis kijken, we wouden vlogs kijken. We wouden zoveel doen, maar we hebben gewoon niks gedaan, omdat we zoveel hebben gebabbeld. Nou, dat is echt goed. Dat was ook echt wel nodig. Als we met ons vier zijn, dan kunnen we ook wel goed zo brainstormen. Ja, heel goed. Over van alles. Oh, sorry. Over van alles. Maar dus, oké, doe thumbs up, hè. Thumbs up! Laten we ons deze keer naar 110 thumbs up. Thumbs ups proberen te krijgen. Moet lukken, hè. Zou dat lukken? Zeker. We hebben wel 100 gehaald en 108 heb ik gezien. Dus, kom aan, hè. We gaan ervoor, hè. 110, hè. Doe het. Oké, slaap wel, iedereen. Slaap wel. En tot morgen. Dag.